Wauw, dat is niet normaal, zo mooi die zwermen. Ze vliegen zonder te botsen. Waarom doen ze dat zo? In het najaar trekken spreeuwen naar het zuiden. Het zijn trekvogels. En voordat ze vertrekken, verzamelen ze zich in grote groepen, soms met meer dan 1 miljoen spreeuwen. Waarschijnlijk zijn ze in zo'n grote groep veiliger voor roofvogels. En waarom botsen ze niet? Iedere vogel vliegt precies even hard, 36 km per uur. En iedere vogel houdt alleen de 7 of 8 spreeuwen vlak om hem heen in de gaten. Ze blijven altijd 70 centimeter uit elkaar. En als dus een vogel die vooraan vliegt de bocht omgaat, gaat de hele zwerm daarachteraan mee in dezelfde beweging. Kijk maar eens goed naar zo'n zwerm. Moeten ze dan ook allemaal tegelijk poepen? Dat is wel een puntje, ja. Maar dat beetje spreeuwpoep moet je er maar voor over hebben.